Ik heb een krijtje gestolen op school. Wow, badass, is het? Zodat ik weer kan schrijven op mijn filmding. Want ik had geen krijtjes meer. En er is natuurlijk maar één plek waar je veel krijt vindt. Kut school. Fuck school. Like zeker als je school kut vindt, want school is kut. Dus like nu, want iedereen vindt school kut. Dit is goed krijt. School is saai. Let's go. Ik wist niet wat ik moest doen op school. En ik verveelde me. Zoals elke dag. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gaten geknipt in mijn broek. Het enige probleem is dat ik de gaten verkeerd heb geknipt en te groot, waardoor mijn broek kapot is en nu ziet hij er zo uit. Ja, dat is pretty fact. Ik weet zelf eigenlijk niet wat het is, maar ja, het is helemaal naar de kloten. Fuck deze broek. Let's fucking go, sweet pants. Oké, genoeg gezeverd. Let's go. Ezen hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is een heel speciale dag, want vandaag hebben we de speciale dag, wordt een speciale dag. Vandaag gaan we hele moeilijke wat als vragen oplossen. Dus je kan het een beetje vergelijken met een soort van would you rather, zoiets dus. Meestal zie ik dat mensen vragen aan hun kijkers, stel vragen, maar dan krijg je altijd dezelfde vragen. Zou je 1 miljoen euro winnen of zoveel kans op 10 miljoen? Zou je een kikker neuken of een hond? Zou je op een stoel gaan zitten met een banaan op en iemands lul opeten? Of zou je op een stoel gaan zitten met de lul op en een banaan eten? Zo vragen krijg je altijd. Ik bedoel, ik ken ze al uit mijn hoofd. Vandaag heb ik een lijst met andere coole vragen die cool zijn. En eigenlijk echt wel heel cool zijn. Dus dames en heren, let's fucking go. Heb je liever dat het gas van je scheet, dus gewoon je scheet, kleur afgeeft? Dus elke keer als je scheet laat, dat bijvoorbeeld paars is of zo, en iedereen kan zien dat je scheet hebt gelaten. Of dat heel de wereld je browsgeschiedenis kan lezen op je computer. Scheet laten in het openbaar is sowieso al no-go zone. En wat jongens opzoeken op internet, fuck dat. Iedereen mag weten dat ik naar porno kijk. I'm out. Ik ga wel in een fucking Groenland gaan wonen of zo. Daar weten ze niet wat internet is. Groenland, hier ga ik al. Liever analfabeet, dus dat je niet kan lezen en niet kan schrijven. Maar wel telepathisch, dus dat je mensen hun gedachten kan lezen. Of liever gewoon goed kunnen lezen en schrijven, maar geen telepathie. Dat is een fucking moeilijke vraag. Gedachten lezen, dat is sowieso de fucking shit. Dan kan ik nu al jullie gedachten lezen en... Wacht, ik ga het even doen. Jullie hebben nog niet geliked. Like. Nu. Ik zou dan toch gaan voor telepathie. Fuck schrijven. En fuck al die shit. Ik lees je gedachten wel. En ik zie dat jullie zin hebben dat ik iets doe. Jullie willen dat ik iets gek ga doen. Oké, dan doe dat even. A little bomb. Oh baby. What is going on here? Oeh. Ik zweer het. Als die mevrouw haar hond plast tegen mijn huis, dan ga ik de dikste flip... Oh, dank u wel. Dank u wel, mevrouw. Dank u fucking wel. Er is fucking veel wind in Blankenbergen, maar het is tijd om de mensen van B-Town een beetje wakker te schudden met een lekker bommetje. Au revoir, motherfucker. Holy shit, ik heb niks gedaan. Niemand heeft iets gezien. Holy shit. De volgende vraag is... Holy shit, ik zie ook heel mijn straat naar buiten kijken. Iedereen staat zo uit zijn gordijn, zo net met het hoofd zo te kijken. What is going on here? Ja, oké. Volgende vraag. Wil je liever 100 km per uur kunnen lopen of 50 km per uur kunnen vliegen? Die is makkelijk. Ik zou gewoon gaan door die fucking 100 km per uur lopen. 50 km per uur vliegen, dat is... Ja, dat is wel veel, maar 100 km per uur lopen bedoel dan... Dan ben je gewoon de fucking Flash. Dus lopen, ja, is fucking cool. Zou je liever hebben dat je je seksueel aangetrokken voelt door asfalt? Asfalt is dus gewoon je straat. Of elke dag wakker worden met een nieuwe papercut. En een papercut, ik zeg het je, dat zijn de pijnlijkste brandwonden die er zijn. Dat is echt gewoon gesneden worden door papier en dat brandt fucking hard. Seksueel aangetrokken worden door asfalt en dan seks hebben met de straat. Let's go! Heb je liever dat je de gave hebt, dat je seks kan hebben met wie dat je maar wil? Dat je bijvoorbeeld zegt van, hey Laura Omloop, maar jou zou ook wel seks willen? Of dat je je nooit meer druk moet maken om geld en dat je gewoon kan money blowen, ja, hoeveel je maar wil. Dan zou ik toch gaan voor money blowen, zoveel of dat je maar wil, want met geld kan je ook gewoon met iedereen seks hebben, denk ik. Dus money! Yes, we got some good stacks around here. Yes, YouTube money. Zou je liever met dieren kunnen praten? Of dat je op elke fucking planeet
weet en in elke stad de taal kan spreken van de mensen. Ik denk dat het coolste is dat je gewoon elke taal kan spreken. Want ik bedoel, school is dan ook veel makkelijker. En je kan waarschijnlijk alles doen wat je wil, want je kan overal gewoon praten. Dan kan je tegen Chinezen beginnen spreken. Oh, chang pang, tang pang. Maar met dieren praten is, ja, ook wel fucking cool, denk ik. Hallo grote kat, waarom zit je onder het bed? Wat is er te zien onder het bed? Er is niks onder het bed. Hallo, hoor je me? Wat is er onder het bed? Praten met dieren zou dus een beetje handig zijn, want ik snap geen fuck van wat ze doen met hun leven. Hallo! Voor altijd met natte sokken rondlopen, en ik kan je zeggen, natte sokken, dat is echt fucking kut. En je krijgt daar fucking grote wondjes van aan je voeten. Of liever voor altijd een steentje in je schoen. Ja, maar die keuze is moeilijk. Ja, dat is ook gewoon gaan voor altijd een steentje in mijn schoen. Fuck de pijn. Liever pijn aan mijn voet dan fucking veel teenschimmel. Heb je liever een vagina als neus of een rij piemels op je rug, net als de Stegosaurus? En de Stegosaurus ziet er zo uit. Ja, dan heb je gewoon letterlijk een vagina hier. Ja, ik ga voor de rij piemels. Holy shit, dan heb je echt gewoon fucking veel piemels op je rug. Oh ja, ik ga voor de piemels. Liever dat je chili saus zweet, of dat je metalen knikkers poept. Dus elke keer als je echt gewoon op het toilet zit, er fucking luide plons is elke keer als er een knikker uit je kont valt. Ik zou gaan voor de fucking knikkers, want één is gewoon fucking komisch. Ik denk dat het echt geweldig moet zijn dat je elke keer gewoon een bal hoort vallen in het toilet. Je moet het zelf maar eens doen. Je moet eens een knikker nemen en die in het toilet laten vallen. Ik ga het doen, want ik weet dat niemand van jullie dat ooit gaat doen. Hey, daar hebben wij allemaal mooie knikkertjes. Ja, ik was vroeger een knikkerverzamelaar. Neem deze knikker. In dit toilet heb ik mijn telefoon eens laten vallen. Fuck you. Ja, luister. En dat is elke keer als je moet poepen. Ja, fucking geniaal. Nee, stop, stop, stop. Fuck mijn leven, nee. Shit. Vies. Ik haat mijn leven. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? En wil jij een deel 2, man? Ik meen het. Ik denk dat deze site gewoon 100.000 van deze vragen zijn. Dus zeker een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. Dan ga ik dit meer doen. Ik haat mijn leven en ik ben met mijn hand in het toilet geweest. Ja, dus zeker een duimpje omhoog. Ik ben eerst en ik zou zeggen ja. Hallo.